Yo, goed kijken, dit is een gloednieuwe video van FIFA. Ja, jongens, ik ga het ook gewoon maar in Nederlands doen, want het is veel makkelijker. Ik zeg het zo, mijn streams zijn Engels uit en mijn video's zijn gewoon Nederlands, behalve Warzone. Ik zet er anders wel gewoon bij als het Engels of Nederlands is, dan zet ik het er wel gewoon bij en ja. Dus, en ja, even genoeg praten over, we hebben weer Rewards, ja. Season 1 is hem zo voorbij. Of, ja, de Rewards. In ieder geval, die zijn er al. Maar, volgens mij kan ik nu nog niet spelen, volgens mij. Volgens mij kan ik pas vanavond na 8 uur spelen. Dus ja, als het is, dan wil ik eind van het weekend eens live. Van wat 's morgens gewoon weer eens. Of, ja, in de middag. En dan rifles grinden. Dan gaan we gewoon die rifles gewoon grinden. Dus ik denk misschien eens op zondagmiddag. Dan in ieder geval, ik moet gewoon even kijken. En anders dan doen we het door de week ergens. Maar in ieder geval, we hebben in ieder geval nu rewards. En dat is goed. Want ja, we hebben er sowieso wat nodig. En we hebben eigenlijk ook die rifle. Terwijl die Champions Point hebben. Alleen, dat vind ik zo stom. Hoe ze het nog steeds hebben gemaakt. Echt. Ik snap gewoon nog steeds niet hoe. Waarom heb je het zo kunnen bedenken even. Terwijl. Laat weten even hier beneden in de reacties. Wat jullie ervan vinden wat FIFA doet. Hoe vinden jullie dat ze dit hebben gemaakt. Met die. Dus per seizoen eigenlijk. Volgens mij. Ja. Zoveel potjes kan doen. En dan moet je gewoon wachten op het nieuwe seizoen beginnen. Ik vind dat gewoon zo. Ja. Zo niet leuk, want nu zie ik hierboven ook bij staan. 41 dagen. Ja, 41 dagen. Duurt. Ja, duurt één seizoenetje. Dus dat is. Ja, als je het zo kijkt. Dan tot december. Dan een maand en dan. Sowieso één maand. En. Ja, 11 dagen. Een maand en 11 dagen. Duurt dat dan. En dat is gewoon te lang. En vooral met rifle-punt. Maar laat me even weten wat jullie hiervan vinden. Ik wil eigenlijk liever dat ze terug gaan naar het oude. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het veel fijner. Je hebt veel meer kans. Ja, je komt sneller bij de Weekend League. En hier. Ja, je hebt ook gewoon geen kans van een goed team. Ik vind echt dat ze dit hebben veranderd. Echt. Ik hoop zo dat ze in FIFA 23, dat ze het gewoon, ja, gewoon weer normaal maken. Maar we gaan dus nu naar de rewards. Ik ga ze gewoon claimen. Oké, dat is er maar eentje. Of heb ik dan nu ook meer punten? Nee, what the fuck? Oké, hoezo is het nu ineens 2000? Waarom is het nu ineens 2000? What the fuck? Waarom is het nu ineens meer? Ik snap het hele spel niet meer. Echt niet. Jongens. Ik snap het gewoon helemaal niet meer. Echt. Oké, dit is zo vreemd. Ja, hoe wil je dat ooit gaan doen? Ja, ik snap één ding. Goed zijn, maar. Eén ding. Hoe wil je het gewoon gaan doen? Hoe wil je dat gewoon gaan doen? Dat is gewoon één ding. Hoe wil je dat gaan doen met 20 potjes? Ook al ben je een pro. Ik zeg het nu even, ook al bij een pro. Ja, je zit hoog, maar. Ja, in ieder geval je. Ja, oké, okay, als je eenmaal pro bent en je hebt. Ja, dan heb je meestal wel die potjes. Heb je steeds weer opnieuw, Weekend League. Ja, maar. Gewoon ook al bij een pro. En van de eerste. Ja, je hebt soms slechte potjes. Hoe wil je dat gewoon gaan doen? Hoe wil je dat gaan doen? Echt, ik snap, ik vind gewoon echt het hele spel zo vreemd worden, echt.
Sorry daarvoor voor degene wat het echt helemaal goed vinden. Maar ik vind het gewoon raar hoe dat ze te werk gaan. Maar we gaan dit even openen. Oké, Engeland. Oké, what the fuck is hij? Oké, die gaat wel. Ik kan die denk ik wel gebruiken. Even in mijn team. Moet even kijken. Ja, die andere die kan ik misschien even in een SPC stoppen. Die kunnen gewoon weg. Daar ja, hoeft niks mee. Nu is dat hier. Ja. Hermian, nee, daar. Dan moet ik deze hebben. Ik ga eens kijken. Volgens mij kan ik hem nog steeds niet kopen. Ik denk dat ik hem nog niet kan kopen. Nee. Moet nog wel wat bij hebben. Dus ja, maar echt. Ik hoopte eigenlijk even op meer. Misschien heb ik hier nog wat. Even kijken. Anders kan ik ook altijd even kijken voor deze. Misschien is er hier eentje wel kan doen. Maar dat kan ik wel kijken als ik die zou kunnen doen. Ik kan deze wel even kijken als ik deze kan doen. Je moet minimaal 30, dus je dat ook een beetje, ja. Deze, want ja. Want die red ik dan toch wel. Kijk dan, nu heb ik al die team gesteld. Dus ja, dan ga ik gewoon echt die andere gewoon zo gebruiken. Ik ga gewoon even die hele goede koppen gaan zetten. En dan die in. Ik heb volgens mij ook echt een Team of the Week speler.
gaan we verder. Kak. Je moet wel trouwens echt een hele hoge rating hebben. En dat ga ik niet meer halen. Ja, die gebruik ik ook niet. Ik kon die net doen, maar niet. Welke zit dan hier en dan gaan we deze opmaken. Dus Servië. Zij goed? Nee. Dus ik zou die stats zien niet. Alleen voor mij kan ik die daar ook in zetten. Maar ik vind dit gewoon echt belachelijk. Dat vind ik gewoon echt niet normaal hoe. Ja. Gewoon hoeveel dat je gewoon eigenlijk moet spelen. Hoe wil je het doen? Oké, ik ga nu gewoon eens even kijken. Hoeveel ik krijg dan per dingen. Per ronde. Of per zege. Ja, hoe kun je het zien hier? Oké, ik snap gewoon helemaal niks, geen ritme van. Ik snap hier gewoon echt geen ritme van. Ik wil gewoon eens heel even kijken hoeveel. Ja, hier staat niks. Echt. Waarom kun je het niet meer zien? Of. Ja, hoeveel krijg je bij Divisie 9 eigenlijk van die. Ja, Champions punten? Hoeveel krijg je dan, jongens? En dat wil ik dus gewoon eens even kijken. Ja, ik vind het zo vreemd. Je laat anders gewoon weten, jongens. Laat anders gewoon weten als je dat kan zien. Want volgens mij kon je dat ergens zien. Of ben ik nog gek? In ieder geval laat gewoon weten hoeveel punten je krijgt bij deze divisie. Bij divisie 9. En daarbij ga ik deze video afsluiten. Ik hoop jullie genoten hebben van de video. In ieder geval, ja, ik hoop gewoon echt dat ik gewoon dit jaar een keer, of deze FIFA een keer, weer als weekend niet kunnen doen. Alleen ja, dan moet ik gewoon echt hopen dat ik gewoon genoeg punten krijg en goede tegenstanders waar ik fatsoenlijk tegen kan spelen. En dan, ja, zeg ik dus nu, vergeet dus zeker even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden doe je het zeker even. En daarnaast op dat belletje klikken om daar dan een neknop, zodat je geen video meer hoeft te missen.
En dan zeg ik zoals altijd, adios.